andere was nog suikersnat. En een lampje. Lampje? Oh, hebben we dat hier? Beter, hè? Het is geen water. Nou. Ja. Inderdaad. Nou. Ja, of je moet het bij mij hangen hier. Hier over het ding. Jij kan hem hier overheen hangen. Oh ja. Hang ik hem wel hierboven hangen. Moet ik hem wel ietsjes naar voren. Ietsjes naar voren. Kleding die ik aan mag aan. Ja. Kijk, ik weet hoe Brenda er is. Brenda, je moet als heel goed gaan 's ochtends. Ja. Ik weet dat ik sliep. Ja. Dus ik heb daar al mijn kleding neergelegd. Dus vanmorgen. Ja, chill. Ja, dan heeft hij wel op zich chill aan mij dat ik gewoon mijn kleren in de kledingkast heb. Ja. Deze broek ga ik echt hier tot helemaal opdragen. Want daarna gooi ik hem echt weg thuis weg. En ik heb ook maar een hele goede broek weg laten. Ja, die heb ik in mijn kistje kratje gedaan. Die denk ik. Ja. Alles gaat hij kapot. Ja, zonde. Ja, zonde. Alles gaat kapot hier, jongen. Oh, ik ben weer dik geworden. Ik heb stingers gegeven, kijk. Huh? Kijk, haal mijn buikspieren weg. Ah, bij mij ook hoor. Echt zonde, man. Hoe heet het, wat ik zeggen? Ik wou het zeggen. Oh. Dan wil ik het anders zeggen. Heb je al nagedacht over de circuittraining morgen? Nee, ga ik niet doen hoor. Moet je wel even zeggen. Ja, ik zie Hiske en Hiske zijn nu allemaal druk bezig. Ja, met de tent? Ja, ze zijn allemaal spullen aan het... Oké. Ik ga morgen even mijn nagels weer opnieuw doen, of mag wel hè? Ja, ik moet ook, kijk. Ai, ik heb geen ja, ik doe even omdat ik heb het allemaal zonder bril toe lopen te doen. Ja, maar dat ging niet en op. Haastig natuurlijk. Ja, maar wat shampoo, conditioner. Die moet ik even niet. Ik ga morgen wel douchen. Ja, ik moet echt maar wassen. Ik heb vanmorgen dus al gedoucht en dat is natuurlijk ook wel niet goed voor mijn huid. Dat was een droge huid met die dingen. Moet even kijken, waar kan ik straks mijn handdoek? Oh ja, die handdoek hang ik daar. Ja, dat kan. Dat vind ik lief. Tuurlijk. No problem. Ik heb het warm. Kijk hoe snel het vies wordt. Wat wil je zeggen? Net. Huh? Het is echt zo saai. Ja, dat is wel echt zo. Het is echt. Van ellende weet je niet meer waar je het zoeken moet. Nee, echt. Weet je, het is. Maar het is ook het weer. Ja. Weet je wel, en ja, iedereen trekt zich een beetje allemaal terug. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Hey! Oh! Oh, weet je het, mensen moeten gewoon alleen maar daar met die schoenen komen. Hebben ze daar, dat is verder. Ja. Dan kan je er wel blijven. Ik zit even te denken, hoe was het ook alweer? Wat? Ja, hij is zelf regen. Ja, wacht ervoor. Ja.
Ik denk dat ik het weet. Ja, ik denk dat ze spijt krijgt hoor. Wow. Ik schrik me rot. Ik denk dat ze wel spijt heeft morgen. Huh? Ik denk dat ze spijt krijgt. Ja, maar we moeten wel slapen. Ja? Ik ga er nu echt niet meer uit. Echt hè? Echt niet. Oh, sorry. I didn't know that. Ja, man. Oké. Hoeveel wil je dan? Hè? Ja. Ik weet ik niet. Ik wil die niet. Ik wil de broek. De broek. Kijk hoe vet die is. Weet je al welke jas ik heb, Bren? Zendertje. Ik weet niet welke jas je hebt. Oké, wil je hem even zien? Oh, maar alsnog laat ik hem je zien. Als ik hem heel snel vind. Heel snel vindt. Ik denk niet dat ik hem zo... Oké, tot zo. Oh, ga je naar bed? Oh, slaap lekker. Het is wel gezellig, Lex. Waar, hier? Ja. Dit ook? Het is lekker warm of zo. Gewoon lekker knus. Ik ook. Nou, ik ben heel snel terug. Ja. Ik ga tussendoor nog even roken en dan kom ik ook. Ja.
Wat is deze dan? Ik heb lekker beddengoed uit de kast gepakt hoor. Maar die zit nog in de droger. Eeuw. Beddengoed uit de kast? Kledingkast. Oh. Er lag nog schoon beddengoed. Winkel. Ik hoef trouwens geen kussen meer, ik heb al eentje extra. Oh, nou, het scheelt. Ja. Ik heb dus spullen besteld. Ja. Toen heb ik 4 gratis kussens gekregen. Echt? Die kussens waren nog duurder dan mijn... Beddengoed. Ja. Leuk toch? Ik kreeg van €140 aan kussens gratis erbij. Nee joh. Maar waarom zo duur dan? Wat heb je besteld? Gewoon een dekbed overtrek, een hoeslaken en een topmatras, zodat ik niet meer op een spons lig. Ja. Oh. Ik merk wel dat ik vervelend begin te vinden, die spons. Ja. Er zit gewoon niks onder. Gewoon zo'n topmatras. En kijk, ik heb ook lampjes om die genomen. Ah, sick. Leuk hè? En Adrian is er ook. Maar dan hebben jullie in ieder geval, als je wil, ik pak dan 2 kussens en het 4. Als je wil kun je een nieuwe... Ja, op zich, deze is volgens mij is dit mijn normale kussen, maar ik weet niet zeker of deze. Ik weet niet, maar dit ligt best wel... anti-stress kussens. Stress? Anti-stress? Kunnen we wel gebruiken nu. Ja. Toch? Ja, ik weet niet of ik anders met 4 kussens moet. Dus. Ja. Nou joh, wat dan een 2 extra. Misschien hier voor het raam of zo. Ik vind het een beetje eng. Met, vorige keer was het bed heel hoog of zo. Ja, spooky. Het ziet wel leuk uit zo. Ja, toch? Beetje, want het was zo koud hier, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, wat chill. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar altijd heb ik zo'n ding boven mijn hoofd. Altijd. Super chill. Nou, nu heb je er zelf voor gekozen. Ja, oké. Okay. Oh, daar heb je er ook een, wauw. Ja. Maar die zit gelukkig bijna met mijn gegeven. Lex wilde zo'n borrel doen. Is niet goed. Ik ga je daar wegstoppen. Ik weet niet hoe je het over hebt. Die had het al gezien hoor. Ja, jammer dan. Hup, weg. Oh, ik ben moe. Nou, ik kan niet wachten op morgen. 11:00. Ook. Wat dan? Gewoon een nieuw dekbed. Ja. Komt die morgen al? Ja. Oh, chill. Ja, ik heb echt een schurft hekel aan donker dekbed overtrekken. Ja. Ja, ik ook. Ik lig al een lang tijdje onder, maar ik vind nog altijd 3 keer niks. Ja, saai. Ik heb even gekocht. Wat voor kleur dan? Een soort... Wit, wit, bruin, grijs. Nou, allemaal lichte kleuren. Nou, chill. Ook nog eens nieuwe kussens erbij? Nee. Nou, het is wat. Nee. Anti-stress, want ik heb wel zo stress op mijn hoofd. Ja. De bed voelt wel kleiner dan die bij mij thuis. Heb je thuis een twijfelaar? Nee, ik bedoel daar. Martelen. Ik weet niet waarom. Ja, of omdat ik gewoon gewend ben dat hier een 2-persoons hoog staat. Ben jij zo laag? Maar nu valt het wel mee, nu ik eenmaal lig. Maar toen ik net erop ging zitten om mijn foto te pakken, dacht ik, wow, hij is echt klein. Ik vind het echt een chill plekje, zo'n doekje. Nou, beter. Beter. Nou, als je hier ook maar lekker thuis voelt. Ja, zeker. Dat is belangrijk. Ik moet alleen zo nog even de regels doornemen. Dat is heel belangrijk. Lex gaat nu douchen en dan gaat ze ook naar bed.
Ja, oké, even mijn agenda. Morgen 11 uur. Boksen. Boxing. Dus. Even kijken hoor. Verhuizen al. You think I'm crazy. I guess I am. Mama, love you. Yeah. Mama, mama ook. Ja, ik mis mijn moeder ook. Ja. Oh. Even kijken. Wat is er nog meer gebeurd vandaag? Oh ja, morgen 11 uur boksen. Travasi man. Was het vandaag dat we in de studio waren met Merel? Ja. Oh ja. Komt ergens een koude wind vandaan. Wat is hier van? Een ding boven de deur. Oh. Oh, de deur is niet eens dicht. Of is het hiernaast? Dat kan ook. Oei! Nee. Zo, echt mooi die panty. Mooi man. Echt mooi. Heb je mijn bruine strepen gezien? Bruine strepen? Wat is dat dan? Van de spreektuin. Echt? Ja, check. Dit is van gisteren. Oh. Wauw. Oh, dat heb ik helemaal niet. Nee, geen gelijk sok aan. Ja. En mijn benen hoeft niet. Nee, ik heb wat sok aan. Nee joh. Kijk, gisteren in zo'n kruk. Ik stoot er even tegenaan. Bam, bam. Ja. Dat heb ik ook hier. Ik heb ook gewoon een litteken hierin opeens. Ook niet meer. Geen idee wat ik heb gedaan, maar... Oké, wat is er vandaag allemaal gebeurd? Nieuwe beat, kerstballen, vergadering, intro, laat die van mijn brand beluisteren. Nachtstudio naar caravan, nee, dat is niet gelukt. Zomerkleren opruimen, verhuizen naar caravan. Caravan chillings met chocopepernoten. Ivy losgebroken. Ja, we hebben net hier gechilled, hè? Ah, nice. Poes, Milan en ik.
In mijn bed, hè? Nee, zeker niet. Nee, hier zat Merel, ik zat hier mijn foto's op te hangen en hier zat Milan. Morgen gaan wij open tent afbouwen, toch? Yep. Vind ik wel leuk. Ja, ook voor hun. Ja. Ook met alle spullen, dat zat ze eigenlijk snel goed. Ja, volgens mij staat er al heel veel in de. Ah, oké. Okay. Martelen. Zat er nog meer op de planning morgen? Zullen we morgen ook de nagelstudio verhuizen? Ja, is goed. Oké. Okay. Boxles. Ja, verder niks eigenlijk. Deze week is echt rustig. Afkloppen. Ja. Kijk dan, wat ik allemaal opschrijf, hè, zoveel. Kijk, helemaal vol. Tering. En dan nu is deze week nog zo rustig. Maar ik schrijf echt alles wat er gebeurt op een dag. Of alles wat me is bijgebleven s'avonds, dat schrijf ik op. Vind ik leuk. Voor later. Vind je Indisch eten lekker? Oh, heerlijk. Oké. Okay. Ik eet thuis bijna alleen maar Indisch. Oké, okay, dan ga ik dat bestellen donderdag. Oh, nice. Moeder ook, die kookt zo over Indisch eten. Ja, heerlijk. Nou, ik heb toch genoeg zakgeld nog. Nu zit ik er een jaar. Ik moet je voorstellen, je zit hier gewoon al een jaar, hè? En ik voor mijn beste vriendin afscheid nemen voor 4 dagen. Zo. Dat ging even mis. Ze zei ook, straks zit je er een jaar? Nee, joh. Zo interessant ben ik niet, zei ik. Jammer, joh. Hoe lang duurt het meestal voordat je een muziekvergunning rond hebt? Als je die hebt aangevraagd. Een uurtje. Nou, ik heb niks gehoord. Ga ik morgen vergunning checken. Zo is ook gek, hé. Gewoon deze Polly, zijn alle drie niet meer. Wie zijn dat dan? Andrea? Andrea, Deel en Jor. Wow. Ik heb geen Polly op dat ding, dat vind ik echt jammer. Maar bestellen jullie ook wel eens Indisch eten? Nee, moeder kookt echt zelf. Oké. Okay. En mijn pa. Want wij doen het ook altijd zelf, dus ik heb geen idee wat ik dan moet bestellen. Dat komt vast wel goed. Kijk hoor, morgen helpt Hiske met de diertjes. Deel ook, hé. Hij zit gewoon lekker te knuffelen met zijn wifi. Hoe lang is hij nou al weg? 2 weken. 2 weken. Dat lijkt alweer heel lang geleden trouwens. Ja. Dat van Andrea lijkt ook heel lang geleden. Mm-hmm. Van Jordi dan maar niet. Ja, ik moet morgen ook even voor trein weer. Ah, zoveel toppers. Ah. Nou, ik ga nu nog even roken en dan ga ik ook lekker. Rogen! Lekker naar bed. Ik ben benieuwd, hè? Lekker, lekker. Ga je ook aan doen, ja? Even kijken. Oh nee, dat heb ik ruzie met Lex. Hè? Dan heb ik echt ruzie met Lex. Ja, ze heeft net alweer gestofzuigd, hè? Alweer? Ze heeft al 2 keer hier. Eens kijken. Stofzuigd. 41, dat is heel klein.
Nee, Bas. Au. Welke had jij aan dan? Die roze? Ja, oeh, dat zit wel heel pijnlijk. En wat gaan we doen met deze dingen? Nou, die gozers wilden nog hakken deze, toch? Oh, die ding doet pijn, hè. Oh, die wreven ook zo helemaal omhoog. Hoor niet zo te zitten, toch? Even helpen. Oh, ik schrok me. Dat is wel heel pijnlijk. Auw. Maar wat doet er pijn dan? Nou, mijn voet die helemaal geklemd wordt. Aan de achterkant? Je hebt brede poten. Ja. Nee, die vrijgezellen wilden ook hakkenrace doen, hè? Oké. Okay. Oh, dat moet ik nog in mijn agenda schrijven. Ze zijn trouwens hetero. Ja, ik had het mailtje gezien. Ja. Hoe schrijf je vrijgezellen nou? Met een N of zonder N? Wel. Met een N. Ja, vrijgezellen. Mensen zijn gaat om een N. Zoals maar beide of beiden. Ja. Als zijn geen... hoe je dat? Niet voorzetsel. Zelfstandig naambeeld hebben voor iemand. Dus bijvoorbeeld jij, je, jullie beide. Dan gebruik je geen N. Ja. Dan zeg je... beiden, zoals je niet jullie of jij benoemt, dan is mijn... Echt? Dus als je zegt beiden vinden ze het leuk, dan is het wel. Beiden vinden ze het leuk, dan zeg ze. Oh, okay. Als je zegt beiden vinden het leuk. Dat kan niet. Ja, oh jawel, dat kan wel. Ja, want je hebt het voor niemand geen. Oké. Okay. Dus van 7 tot 9. Dat doen ze meer. Doe je dat nog steeds? Ja, ik doe het altijd. Dan blijf je dat dus mooi. Ja. Oh, optreden Linda Roos en Jessica. Linda Roos en inval Jessica. Ja. Jessica deed wel geniaal. Jessica was fantastisch. Die deed echt magnifiek. Ja. Zo. Ja. Zo. Daar gaan we. Daar. Gaan we. Yeah. Deze neem ik mee, maar er zit mijn tandpasta in. Oh. Maar dat is... Wat is dat? Kokos. Kokoscreme. Lekker hoor. Lekker, lekker. Ik ga lekker zo. Ja. Ik ga zo. Helemaal leuk wijfie. Ja. Ik heb een flipje zo. Zijn die van Jor? Yep. Oh. Maar ja, die had hij hier gekocht. Hè? Die had hij hier gekocht. Oh. Jeetje. Delen we de passie weer. Kom ik voor een laatste keer.